Straight from Poland is dit de HGS Electronics Party Stereo, die nu mono is, want ik heb maar één verloopje. Maar geloof me, dat gaat het niet redden. Het ding klinkt echt ongelooflijk slecht, maar dat is ergens ook wel weer grappig. Hij is echt ongelooflijk Oostblok qua design en qua werking. De lift is gaan werken, ik vind dat het in lift heeft eerlijk gezegd. Start. Het start. Zakken. Hou je vast. Dit is verlopen trouwens. Ik weet niet wat voor party ze willen geven, maar... Oeh, eentje met veel hoog. Stop heeft hij niet, dat doe je natuurlijk gewoon zo. En ja, dit speakertje dat eraan hangt is geen geniaal ding ofzo. Dat zijn mijn testspeakers, je ziet ze niet, maar het is een helemaal Duits ding. Maar ze klinken beduidend veel beter dan hij nu laat horen. En er zit een gewichtsverstelling achterop of zo die niks doet. Ik heb geen idee wat die goed voor is, want hij verstelt helemaal niks. Maar hoe je hem ook instelt, het ding klinkt altijd even schel, lelijk en zonder enige vorm van laag of wat dan ook. Maar het is ergens wel grappig. Even onder de tafel hangen. Er is ook een stopkap bij. Oh ja. En die heb je ook wel nodig. Want, let op, ik zal hem er even afhalen. Misschien hoorde je het verschil al. Als je het volume helemaal zacht zet. De hoeveelheid geluid van het naaldje is echt niet te geloven. Moet je horen. Volume laag. Je hebt helemaal geen speakers nodig, joh. Die 2x3 watt zijn nergens goed voor. Het is een humoristisch apparaat, maar ik ga er mijn platen wel en niet mee slopen. Hop. En uit. Dat was hem. De HGS Electronics. Party Stereo. En ik heb er ook nog twee. Dus ik kan Party Quadro maken. Hell yeah.